U heeft een motie ingediend over de onschuldspresumptie in de beleidsregels van de Algemene Plaatselijke Verordening. Kunt u mij eens uitleggen, wat is de onschuldspresumptie precies? Dat zal ik proberen. Onschuldpresumptie, ja, het is een vreselijk woord, maar het is echt een juridisch woord. Komt uit het Europees recht, in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, staat als uitgangspunt, niemand is schuldig zolang die niet is veroordeeld. Dus niet veroordeeld, niet schuldig. En dat was nodig om dat op te nemen, want er zijn heel veel landen waar die regel nogal onder druk staat. En dat is de onschuldpresumptie. En dat heb ik vertaald naar onze APV. Daar staat in dat iemand een vergunning kan worden geweigerd als hij van slecht gedrag is. En dan is natuurlijk onmiddellijk de vraag, wat is nou slecht gedrag? En daar heb ik die onschuldpresumptie bij gehaald en gezegd, als iemand niet veroordeeld is, dan is hij onschuldig en dan is er dus geen sprake van slecht gedrag. We leven in een tijd van regeltjes en misschien steeds meer regeltjes. Bent u er niet bang voor dat die APV volgetimmerd wordt met allerlei regeltjes? Ja, tot nu toe valt het mee. Maar dat kan natuurlijk en daar moet je met z'n allen voor waken. Want je moet dan wel de ruimte hebben om adem te halen en te leven in een stad. Dus als je niks meer mag, dan is het onleefbaar. Er is een scheiding van de machten in Nederland. Ja. En toch is het zo, de laatste jaren, dat de burgemeesters steeds meer naar zich toe hebben getrokken. Of men heeft dat toegelaten. Ja, men heeft het toegelaten. Dat heeft de burgemeester niet zelf bedacht. Dat komt vanuit de landelijke overheid naar hem toe, die ruimte. En dat is zo. Het heeft veel bevoegdheid. Maar daarom moet je dat ook heel erg voorzichtig toepassen. En deze burgemeester overigens kan dat heel goed, vind ik. Heb ik ook hardop gezegd net. Maar ik durf niet te zeggen dat het overal zo is. De burgemeester heeft tijdens het debat gezegd dat de spontaniteit in de samenleving ook belangrijk is. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat is waar. Het is, als je samen met je buren een leuk feestje kan organiseren, moet je wel de ruimte hebben om dat te doen. En als dat bol staat van de regels, dat je een vergunning moet hebben en dat je ruzie met de buren kan krijgen als ze niet worden uitgenodigd of als je muziek te hard is, dat is niet goed. Wat u betreft mag de AVP zo blijven zoals die is? Ik vind hem heel goed, want het is heel modern. Almelo heeft er nu in staan dat je ook digitaal de openbare orde kunt verstoren. Er zijn maar weinig gemeenten in het land die dat hebben opgenomen in een APV. Dus je kunt als je berichten gaat versturen van, zullen we morgen met z'n allen daar en daar samen gaan komen? Dan kun je als gemeente al ingrijpen. Maar het is nog geen landelijke wetgeving, heb ik begrepen. Nee, maar de ruimte is er wel in de APV. Dat heeft Almelo nu gedaan.